Ja! Goal! Hoe heet die vent ook alweer die kopstoot kreeg van Zidane? Die vent, joh. Dat is niet toch, Het is Matarassi. Met je Digicel BlackBerry heb je de beste coverage in Suriname. Overal en altijd toegang tot het internet. De laatste voetbaluitslagen, e-mails en Facebook. Maak nu gebruik van het superaanbod. 6 maanden gratis BlackBerry service bij het afsluiten van een abonnement. Raatske sapana murai na amato. Raatske sapana. Raatske sapana murai na amato. Raatske sapana. Mira ke puiri ke mani mana hai Mira ke puiri ke sapena mena Raska sapana murai na amato Raska sapana Raska sapana murai na amato Raska sapana Mira ke puiri ke sapena mai Mira ke puiri ke sapena mena Raska sapana murai na amato Raska sapana Kaiser Aile, dat wil zeggen, hoe gaat het? Wij van Tapa Bankstel bevinden ons onder de Bossenbrug. We hebben de ex-voorzitter van het Surinaams parlement als gast. Want je weet, het is verkiezingstijd. En wij zijn ook in die stemming. Kogoluku. Ja, ik ben even bezig de dia's aan te steken. Hey Aletti, hi. Mijn gast van vandaag is mevrouw Djuala Persat. De enige vrouwelijke voorzitter van het Surinaams parlement. En dat wordt ook een tori. Terwijl de dia's zijn bron, dan weet je een tori. Kijkers, welkom mevrouw Djuala Persat. Heb ik het goed gezegd? Dank u wel. Djuala. Djuala Persat. En weet wat Djuala betekent? Nee, nog niet. Vuur. Of vuur?
Ja, ik ben blij dat u hier licht heeft, vuur, lichtjes heeft aangestoken. Dit is Chinfiri. Ja. Op het laatst ben ik deze dingen gaan kopen. Maar het past ook hier. En ik ben gaan kopen bij Rams. Zo. U weet waar toch? Tuurlijk. En toen zei ze me, wanneer kom ik op die bankstel van jullie? Toen zei ik van, dat ga ik nu doen met mevrouw Joala Persat. En ze heeft toen gezegd van, nee, je mag het gratis nemen. Ah, dat is fijn. Ja. Dan willen we ze ook bedanken. Ja, ja, bij okay. deze. Mevrouw Joala Persat, u ziet er heel anders uit. Hoe komt dat? Vandaag. Ja, u bent afgevallen. U was toch groter? Oh, dat bedoelt u? Ja, ja, ja. Ik ben geen Lina meer. Ik ben Lientje geworden. Nee, kijk, naarmate je een stuk ouder wordt, en ik denk dat ik een stuk ouder ben dan jij zelf, dan realiseer je dat je zwaar wordt, je hebt pijn in de gewrichten, zeker de knieën gaan eraan. En ik heb, in 2000 ben ik behoorlijk ziek geweest, kon ik nauwelijks lopen. Het werken ging me er ook niet makkelijk vanaf. En op advies van de orthopedisch chirurg en anderen, ben ik op een zeer streng dieet gegaan met veel oefeningen. En het lukt. Ik denk dat ik bijkans 50 kilo's ben afgevallen. Wauw! Ja hoor. Ik dacht dat u liefdesverdriet had. Oh nee, dat heb ik niet gekend. Ik had gewoon geen tijd om aan mijn verdriet te denken, omdat ik het zo druk heb gehad in mijn leven. Oké, mevrouw Joala Persat, laten we even over de familie, uw familie praten. Ja, mijn familie bestaat uit mijn vader, mijn moeder. En de broers, zusters, nu de aangetrouwde schoondochters van mijn ouders en schoonzonen, zwagers zou je zeggen, zwagerinnen. En de nichtjes en neefjes die ik allemaal heb en die me zeer dierbaar zijn omdat ik zelf geen kinderen heb, zelf niet getrouwd ben, ik ben ongetrouwd, ik ben nog bachelor. Heb ik een zeer warm hart voor alle kinderen van Suriname, maar meer nog voor mijn eigen kinderen. En dat zijn de kinderen van mijn broers en zusters. Okay. Maar zijn uw ouders nog in leven? Beide zijn in leven en ze worden beide 76 dit jaar. Vorig jaar waren ze 60 jaar getrouwd. Wanneer bent u geboren, mevrouw? Ik ben geboren. Ik ben een steenbok, een bokko-bokko. Anders kan het niet, want u kent mijn bepaalde dingen gevolgd van me. Ik ben steenbok. Ik word jarig op 28 december. En waar bent u geboren? Ik ben geboren op de plaats waar ik nu nog woon. Opleiding 8A. Vroeger heette dat Weg naar Uitkijk, Saramakkapolder. Nu is de naam veranderd in de Commissaris Wijtingweg. En waar bent u opgegroeid? Daar ben ik geboren in een hele kleine winkel, een houten winkel. Als het regende werden we nat, want het dak lekte van alle kanten. Ik ben een kind van arme ouders en mijn ouders op hun beurt ook. Mijn vader is de zoon van een immigrant. Mijn moeder is de kleindochter van Matagouri. Oh, Matagouri aan de kwartel. Ja, ja. Is een overgrootmoeder van mij. Ja. En hoe was die opvoeding in die tijd? Nou, ik moet je zeggen, zeer streng. Mm-hmm. Op jonge leeftijd heb ik het huishouden van mama moeten overnemen. Mm-hmm. Omdat mama de kostwinner was binnen het gezin. Ze is winkelierster geweest niet. Ze is tot de dag van vandaag winkelierster. Met de rollator is ze nu te vinden in de winkel aan de leiding 8A, aan de Commissaris Wijtingweg, op haar 76-jarige leeftijd. De moeder is de motor geweest in het gezin. De vader, mijn vader, is van Brahmaanse afkomst. Hij is pandit van de Senaat en Dharma. Maar hij doet weinig sacramenten, ceremoniële handelingen. Dus hij is geen praktiserende pandit. Ja. Hij leidt meer jonge pandits en anderen, pracharaks, dat zijn voorlichters, ook ondergetekende, heeft hij opgeleid. Hij heeft me eigenlijk het alfabet van het Hindi bijgebracht, maar later heb ik gericht gestudeerd in het Hindi, want dat is mijn, ja, ik hou heel erg veel van het Hindi en het is het beschaafd Hindi eigenlijk. Daarin heb ik gestudeerd en nu doseer ik ook daarin en ik neem de hoogste examens ook af in het Hindi in Suriname. Ik ben lid van de examencommissie van Stichting Suriname Hindi Parishad. Vroeger was ik bestuurslid, maar dat laten wij nu over aan de jongeren, toch? Moeten we doen? En wie trok je op in die tijd?
In die tijd, laat me je zeggen, ik ben aan de leidingen op school geweest. En tot de zesde klas ging ik me heel makkelijk vanaf. Ik heb mogen springen van de tweede naar de vierde klasse. Omdat de leerkrachten vonden dat ik een flink meisje was. Dus tweede klas, lagere school, bent u gesprongen naar de vierde, vierde klas? En ik was 2,5 toen ik naar school begon te gaan. En weet je waarom? De onderwijzers, er is een lagere school daar. Ja. En de onderwijzers kwamen in de winkel van mama op de schoolbus wachten. En dan zagen ze dat jong, mollig, dik meisje, heel flink. En ik denk dat ik het enige meisje was uit de buurt dat een beetje Nederlands sprak. Omdat mijn moeder komt van Kwata en mijn grootvader heeft in het parlement gezeten. Hij was statenlid, 1938 tot 1942. En mijn grootvader sprak liever Nederlands thuis. Ja, dus mijn moeder sprak veel Nederlands met ons, waardoor we tweetalig zijn opgebracht. En mijn vader is een pandiet. Hij is een echte echte pandiet. Dus hij praat meer Hindustans, Surinaams, Hindustans, Sarnami tot ons. En nou, de leerkrachten vonden me flink, dus ik was meelopertje. Zo noem je het. Ja, ja, ik was meelopertje. Ja. En ik moest de leerkrachten dan helpen in de kleuterklas om de andere kinderen op te vangen. En, want de leerkrachten kwamen uit Paramaribo. De Creoolse dames die kenden het Sarnami niet. Maar, en met wie ik optrok, vroeg je. Vroeger waren dat alleen maar Hindustaanse kinderen uit de buurt, want ik kom uit een uitgesproken Hindustaanse buurt. Ja. En pas toen ik, ja, dat is ook een verhaal apart, pas toen ik in de stad op school kwam, leerde ik anderen kennen. Mensen die niet op me leken. Ja, ja, ja. En het was een toestand om na de zesde klasse door te blijven studeren, want het mocht niet van mijn vader. Hoe is het mogelijk? Dat een meisje van Leiding, van Boiti, van Kandaal in de stad op school gaat met Kafries? Oh nee, probleem. Oh, dankzij mijn neef. Hij is nu in de loog, Dr. Anders Narayndit Gangaram Pandey, oud-districtscommissaris. Is het ons gelukt? Mama was ervan overtuigd hoor, maar ze was erg liberaal. Maar is het ons geluk om de vader over de streep te trekken? Maar de eerste dagen heeft hij de schoolbus met zijn bronfie, zijn NSU, achtervolg. Dus hij was de strenge? Hij was de... Nou, hij deed streng. Maar later heb ik gemerkt dat mama eigenlijk de teugels in handen had. Oh, niet papa. Okay, als het aan hem had gelegen, waren we misschien niet allemaal iets geworden in de maatschappij. Maar welke school heeft u allemaal bezocht? Nou, ik ben begonnen op de OS Leiden 8A. En die school is er nog. De kleuterschool, de lagere school. Daarna Ulo Mulo heette dat toen, de seniorschool. Onderwijzeresse A-opleiding, de hoofdkleuterlijsteropleiding, MOA kleuterpedagogiek. Daarnaast een aantal trainingen. En simultaan het Hindi onderwijs. Tot en met een BA-niveau. Is er nooit iets verkeerd gegaan op die scholen? Nooit een ondeugend ding gedaan? Oh, ik dacht, je zei over iets verkeerds. Nee, verkeerd niet. Ik ben toch nooit verkeerd geweest? Ik weet het niet. Nee, ik vond mezelf altijd goed. Maar ondeugend, tuurlijk. Dat is toch... Welke ondeugende dingen zijn gebeurd? Wat moet ik allemaal vertellen? Nou, als je experimenteert met veel dingen. En vroeger hadden we op de... Zeker op de onderwijzeressenopleiding en op de opleiding voor hoofdkleuterlijsters hadden veel docenten uit Nederland, bakras. En een van ze was een beetje niet zo netjes. Ze namen niet zo nauw met de netheid. En dat was ons doelwit, zeker van mij. Het was een... Nou, we hebben de leven flink zuur gemaakt hoor. Zo erg dat de directrice van de school, mevrouw Monko, nu Weilen, ze kwam onopgemerkt de trap op en ze keek naar me en ik stond yogibeer na te doen. En ze zei van, Marijke, dat kan toch niet, dat heb ik niet van jou verwacht. Ik ben ook als beste geslaagd van de kweekschool. Vaker heb ik een nummer 1 kunnen halen. Ja, met de zegeningen van God Shiva is het me gelukt. Ik ben als beste later geslaagd. Maar toen zei ze van, wil je in de pauze bij mij komen? Ik dacht, nou, dit wordt een schorsing. Ik dacht, jongens, wat gaan we doen?
Ah, dacht van, nou, dan doen we het maar. En meneer de Boer was directeur, zij was onderdirectrice. En toen zei ze van, ik weet dat die vrouw lastig is. O ja, ik had op het bord geschreven slonzig. Echt een Nederlands woord voor vies. Ja, ja, ja. Slordig, slonzig. Ja, ja. En ik weet dat ze lastig is, maar je bent een flink meisje. En je brengt de hele klas aan de gang door te springen als yogi. Mm-hmm. Ziet u me al? Kort en dik. Als yogi bear. En lukt ik deed het geluk? Ja, tuurlijk is het me geluk. En na een kleine reprimande was ik terug en ik deed alsof ik iets geweldigs had meegemaakt daar. Het was zo erg. En die mevrouw vond het leuk. Het was mevrouw Hoekstra, ik ken haar naam nog. Ze vond het leuk dat ik een standje heb gehad. Oh. Maar achteraf heb ik ze verteld van wat ik allemaal niet heb meegemaakt in de kamer van de directeur. Welke spelletjes heeft u allemaal gespeeld? Ellen, maar daar verloor ik altijd omdat ik niet kon rennen. Mm-hmm. Jumpofutu verloor ik te dik. Knikkeren kon wel. Ja, dat is knikkeren. Knikkeren, ja, hoef je niet te rennen. Is alleen maar gooien. Alleen maar gooien. Touwtjes springen ging ook moeilijk hoor. Mm-hmm. Maar ik deed met alles mee. Ja. Maar wie waren uw vrienden in die tijd? Ik had er een heleboel. Mijn vader mocht niet weten dat we goede vrienden hadden. Of vriendinnen. In de buurt hadden we geen Kafferis. De enige persoon op wie we goed waren, of familie dan, dat was familie Zeedorf. Ruud Zeedorf, kent u nog? Hij woont aan de overkant, schuin aan de overkant van ons. En Ruud is er nog steeds. Dus maakte ik kennis met de politiek en ik hoorde iets als een verbroederingspolitiek en ik schrok ervan. Ik dacht, verbroedering? Mm-hmm. Ik ben al lang verbroederd met Ruud Zeedorf. Hoeveel moet ik nog meer verbroederen of verzusteren? Mm-hmm. Toch? Dus op Boiti of op Leidingen en Saramakka en Coroni zijn buurtbewoners. We zijn allemaal van Leiding, we zijn allemaal Kandalia. We komen van Kandaal, is het Sarnami-woord voor Leidingen. Ja. Maar oké, ik trok niet op met Ruud, want hij woonde ook in de stad. Hij kwam in het weekend bij oma en opa Zeedorf. En opa Bert. Opa Bert die ging met zijn koreaal naar zijn kostgrondje aan de overkant van het Saramakka-kanaal. Want achter ons huis heb je dan het Saramakka-kanaal. Ja. En nu is hij erg verwaarloosd. Ik had een paar Hindustaanse meisjes. Ik had de meisjes Hatay. Op wie ik erg goed was. Ik had de meisjes Sarju, de familie Kamta Singh. Dat waren meisjes met wie we optrokken. Geen jongens. Oh, geen jongens. Wel opa's. Maar heb je een man? Wacht, dat horen we na de break. Afscheid nemen is moeilijk, vooral wanneer het afscheid definitief is. Maar een mooi afscheid kan de verwerking van het verlies zeker positief beïnvloeden. Ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig. En ook al schuiven we die gedachten graag opzij, toch is het verstandig om er vroegtijdig even bij stil te staan. Door het afsluiten van een Natura Kapitaal uitvaartverzekering bent u verzekerd voor een waardevaste uitvaart. U neemt uw nabestaanden veel zorg uit de handen en niemand komt voor financiële verrassingen te staan. Als uitvaartonderneming dragen wij zorg voor dat de nabestaande met een goede herinnering aan het afscheid terugdenkt. Wederzijds vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, transparantie en professionaliteit zijn begrippen waarop wij met u een uitvaart regelen en verzorgen. De uitvaart. Bonjo, ik zie 200 zoveel verschillende pannenkoeken hier, maar de volmaak voor mij. Pannenkoek, ik denk aan spamming. Wacht even, meneer dame, even roepen. Ketura. Goedenavond. Ik deze grote man heeft honger. Wat heb je voor? Voor die meneer die veel wil eten, hebben we die mixgolden. Mm-hmm. Voor die meneer die gezond eten wil hebben, hebben we die garnalensalade. Voor uw zoontje hebben we die poffertjes. En voor u hebben we kaneelsuiker met rozijnen. Dat is onze pannenkoek die 32 centimeter groot is. In cafeetje aan de Van Sommelsdijkstraat worden pannenkoeken en poffertjes gemaakt. Klassiek hartig op zoet, de fantasie die het doet. Op zijn Hollands wordt u gevoed. Uw fantasie, bedenk het zelf. Aan de Van Sommelsdijkstraat, nummer 11. Elke dag, weer mijn idee. Ja! Het pannenkoek en poffertjes café.
If you and your equipment don't understand each other, it's difficult to get results. Don't complicate yourself, change to Athletic. The new graphic monitor exclusive from Athletic makes your training easier, simple, and correct. Under color identification, you know if you are in your heartbeat target and if your body activity is being made in the correct way, giving you results. Red color, too strong. Yellow color, under the minimum. Keep yourself in the green color and follow the messages and orientations. There isn't more pleasure than checking the results. Athletic gets you fit. Available at ProTrade International NV. Kwartweg nummer 6, telefoon 42-7114 of 47-3611. Open maandag tot en met vrijdag van 9 tot 8 uur en zaterdag van 9 tot 4 uur. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Ik ga drinken en ik ga palm. Ik ga heren tori, ik ga klaar. Daru. Oh, wat kapot. Ik ben zo'n probleem. Papa keuren, wat ik pijn moet doen, dat tori. Geen papieren, dat is goed hoor. Oh, verzekeringsbewijs, ja. Dan staan die de man die zij moet doen. Even, dat ben ik mijn motorfiets. Bronfiets, wat je alles aan de keur dat ben. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 3:30 's middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering? Bapabol, hinga, trutrukeuring. Heb je man? Ik heb mannen. Hey. Wat toch? Wanneer ik op een podium sta of een interviewtje afsta zoals nu, ja, dan praat ik over de mannen en de broers en de zonen. Mijn vader is een man in mijn leven. Marike. Mijn broers zijn mannen in mijn leven. Nee, maar een man. Je bedoelt een partner? Ja, een partner. Een echtgenoot? Een echtgenoot. Nooit gehad? Nee. Waarom? Nee. Nee. Ik ben bachelor zoals je me hier ziet. Single, brahmachari niet. Nooit een vriend gehad. Brahmachari niet. Nou, als je naar school gaat. Ach, je weet hoe het is als je op nooit school een kusje bent. Gehad. Ja, dat alanga, kan. Alanga. No. Die dingen. Ik heb nooit tijd gehad om aan die dingen te denken. Middelbare school. Ja, je gaat wel even uit. Soms als je op de middelbare school bent, je tikt een boor, ga je naar een film kijken. Maar that's it. En niks anders. Nooit eens eentje verliefd op je geraakt? Nou, zij zijn verliefd geraakt, maar ik... Je had bij mij nee. Geen aandacht. Nee, geen aandacht. Omdat ik in principe de rol van moeder in het gezin heb gespeeld. Ik denk dat ik mijn autobiografie snel moet schrijven. Ja, moet u doen. Op 8-jarige leeftijd heb ik gekookt. Dat was toen mama een kind moest krijgen, moest bevallen van een van de jongeren. Mm-hmm. Thuis zelf. Ze heeft alle 8 kinderen thuis gehad. En mama lag in de kraamzaal, in de kraamkamer in huis. De voetvrouw was bezig met haar en de kinderen moesten van school. Mm-hmm. En ik moest koken. En mijn eerste groente was kousenband met rijst. En vanuit die kamer zei ze van, nou, pan op het vuur, zoveel olie erin, een beetje uien, een beetje knoflook, een stukje peper. En dan doe je die kousenband nadat je hem gewassen hebt. En op die manier ging dat. Dus ik ben een tweede moeder geweest in het gezin. Ik heb mama geholpen met de opvoeding van de rest, omdat wij ons ten doel hadden gesteld dat wij niet
geen opvoeding wilde zoals alle anderen in de buurt. Ja. We zouden een beetje uitschieters moeten worden. En dus dankzij de opvoeding. Dus eigenlijk gaat u als Maria weer naar boven? Ik denk het. Ik denk het. Maria, ik denk het. Wat voor geloof beleid je? Nou, eigenlijk voel ik me overal thuis. Mm-hmm. Maar me overal thuis. Ik kan voor je praten in de kerk. Ik word ook uitgenodigd wel eens in de masjid, in de moskee. Maar ik ben in hart en nieren een hindoe, oftewel een Sanatan Dharmi. Sanatan Dharmi. Een Sanatan Dharmi. Wat is het verschil tussen Sanatan Dharmi en Arya's? No? Oké, het hindoeïsme kent twee grote takken. Mm-hmm. Ik praat niet over stromingen, ik hou er niet van. Okay. Omdat je dan een competentie krijgt tussen beide. Mm-hmm. Het hindoeïsme is verdeeld in verschillende takken. Maar de twee grote die we in Suriname kennen, is dan de orthodoxe groep, de Sanatan Dharma. Waar ik een van de weinige vrouwelijke voorlichters van ben. Ik ben Pracharika, tot Pracharika benoemd door de toenmalige voorzitter van de priestercouncil. En daar heb je de Arya Samaj. En de Arya Samaj is de meer liberale tak van het hindoeïsme. En bij de Arya Samaj zou u de beelden niet zien. Oh. Zij doen niet aan beelden, verering. Ze hebben ook geen vlaggen. Ja. Ze zijn veel meer... van de modernere tijd, waar vrouwen ook op het altaar mogen zitten. Bij ons betreden vrouwen het altaar niet. Maar voorlichting mag je altijd geven. En ik prijs me gelukkig dat ik een van de weinige vrouwen ben. Maar bij de Sanatan Dharma heb je ook van die kasten, hè? Ja, ja. Wat is dat ding van die kasten? Het kastenstelsel. Ja. We noemen het in het Hindi Varna Vyavastha. Laat mij dus alvast zeggen mm-hmm. dat veel mensen, zeker nu ook in India, vinden dat je niet vanuit de geboorte behoort tot een bepaalde kaste. Dus je bent geen Brahmaan van geboorte mm-hmm. af, maar het wordt een klasseindeling of een indeling, een sociaal-maatschappelijke indeling. De traditionele Sanatani gelooft nog steeds, en ook in Suriname hoor, want mijn familie gelooft er natuurlijk ook nog in, dat je wordt geboren in een bepaalde kaste. Dus mijn grootvader is als Brahmaan hier naartoe gekomen. En sommige mensen betwijfelen dat, want ze zeggen dat geen Brahmanen naar Suriname zijn gekomen. Maar wanneer we de gegevens volgen en de boeken van meneer Hassan Khan en Van Lier, samenleven in een grensgebied. Als ze de boeken lezen en kijken naar de achtergronden van de immigranten, dan is het zo dus dat mijn grootvader inderdaad Brahmaan is geweest. En wij hebben zijn familie teruggevonden in India. Okay. Dus we hebben dat bewijs nu wel al. De zoon van hem is mijn vader. Okay. Hij is ook pandit. We nemen aan ook dat hij Brahmaan is. En dan zou je dat ook van mij moeten zeggen. In de gemeenschap zijn ja, de hoogste kasten. In de Surinaamse maatschappij, in de gemeenschap, word ik wel als zodanig behandeld. Als een Brahmaan. Als een Brahmaanse, ook wanneer er een jug is. Dat zijn de kerkdiensten of een tempeldienst of een driedaagse of een zevendaagse. Dan word ik wel als zodanig behandeld. Ik krijg wel die behandeling. En als ik die behandeling krijg, dan ga je geen nee er tegen zeggen, toch? Nee. Helemaal. En zeker als vrouw niet. Nee. Want anders zie je alleen maar mannen op het podium van de Sanatan Dharma. En dat willen we niet. Jaja Uma. Dat willen we Waar niet. Waar bent u begonnen met werken? Op OS Uitkijk. Fantastische school. Het is helemaal veranderd. Weet je waarom ik zeg dat het fantastisch was? Mm-mm. Omdat je daar had de kinderen van Creola. Had een dorpje met alleen maar Creoolse kinderen. Creolen woonden daar. Het heet daarom ook Creola. Ietsje verderop, met een koreaaltje, kwamen de Indiaantjes naartoe. Oh jee. En de Hindustaanse kinderen kwamen van Langedam, Chandisouweg. En ze kwamen van Yarikaba Creek. En daar, die kwamen ook met koreaaltjes naar de school OS Uitkijk. En daar heb ik 11 jaar lang les gegeven. Eerst als leerkracht. In de eerste klas, de tweede klas. Later werd ik hoofdkleuterleidster en ook vervanger van het schoolhoofd, onderhoofd.
En daarna werd ik gemuteerd naar onderwijs en naar de kweekschool omdat ik mijn MOA toen haalde. Ja. En hoe was het daar op die werkvloer? Op de lagere school was het mooi. Daar was ik echt een moederfiguur. Ik heb daar echt moedergevoelens, dat instinct dat je hebt, kon ik kwijt bij mijn jongere broers en zusters. Maar daar bij die arme kinderen die soms niet eens een broodje te eten hadden, nou, daar heb ik me thuis gevoeld. Toen ik daar weg moest, ik zeg het je, was het echt, het leek alsof iemand dood was gegaan. Je huilpartij, ik heb nog een moeder daar, zuster Ellekom. Ja. Ze is van de Zevendaagse Adventisten. Ze wordt op 2 juli jarig. Het vorig jaar was ze er niet. Ze was naar Amerika. Ze heeft 1 zoon. Die is reverend. Hij woont daar. Maar ik hoop dat ik haar dit jaar wel kan bezoeken op de jaardag. Maar heb je nooit ruzie gehad met iemand daar op school? Nee, ik niet. Ik was een soort van moeder voor de kinderen. Onderwijzeres, moeder. Mijn broer was leerkracht ook op die school en hij gaat ruzie toen wel met een schoolleider. Nee, Jompojeng. Nom ne Jompojeng, maar Samdo, mi heb een man om die man zijn leven voor een paar dagen zuur te maken. Wat heb je zei doe, zei doe. Dus Saudo, hoe zit een bigi pagara naar kantoren van man? En die man is zodanig geschrokken. En hij heeft mijn broer natuurlijk aangebracht, maar wij moesten hem bezighouden opdat mijn broer dat werk kon doen. Ja, ja, ja. Dus ik was zijn handlanger en hij deed alsof ik van niks af wist. Maar Ojoala, je bent ogri. Maar je weet, af en toe, ik heb ooit een woord gebruikt op een podium en dat is me nooit een dank afgenomen. Mm-hmm. Maar dat bedoelde ik toen met dat woord. Mm-hmm. Laat me het gewoon zeggen, ogri meid. Ogri meid. Dat bedoelde ik daarmee, dat je brutaal bent. Je hebt geen blad voor je mond. Ja, waarom zou ik dat doen? Ja. Ik bedoel, je gaat als eerste Hindustaans meisje, Surinaams meisje van Hindustaanse afkomst, eerste van leiding in de stad op school. Nee, Maar u bent een fit kaka. Dus toen ik pas daar op school kwam, LBGO Sinja, en we wachten op de schoolbus, daar had ik een lange vlecht, een staart. En die andere Hindustaanse meisjes ook. En dan gingen de Creoolse kinderen van de Maria Hatma school gingen voorbij. En ze hadden dus het strokken aan je staart. Mm-hmm. Je praxeer wakti. Ze hadden man praxeer, dat uno kan doen niks. Mm-hmm. Wel, hoe zit het, Tori? En we hebben 1 van ze gepakt. Mi wieping. Sindsdien hebben ze een omweg gemaakt. Maar later werden we goede vrienden. Want weet je, we werden in hokjes gehouden vroeger, toch? Creoolse kinderen gaan op zo'n school, in een moxie, want dan ga je luizen krijgen. Want dat hoorde ik. Ja. Want Hindustaanse kinderen, ik niet. De andere één zus van me wel. Oh. Maar ik weet niet waardoor het kwam, volgens mij een broeder bij Sweetie of zo. Zij wel, ik niet hoor. Ik niet. Ze bleven niet bij me. Maar was je altijd zo groot gebouwd? Maar mijn god, ik heb je toch gezegd dat ik 50 kilo's ben afgevallen toen ik klein was. Ik was een baby van bijna 10 pond en het eerste kind van mijn moeder. Wat at je? Nou, mama had het heel moeilijk, omdat ze voor de andere kinderen moest zorgen. En na 2 jaar kwam er een kleintje bij. Ze moest met de baby op de arm in de winkel staan. En ik moest voor de pot zorgen. Dus na school aten we brood. Dan had ik 2 broden met een medium fles, was het toen cola. Ja, ja. Of een aluminium kan vol cola. Ja, aluminium kan, ja. Toch? Daaruit dronk ik. 2 broden, daarna kookte ik. Ik moest koken, mama niet. En om 4 uur, 5 uur aten we dan warm. En om 7 uur weer brood. Dus het is 4 keer per dag. Ja, maar veel boter. 'S Morgens bracht ik echt die, vroeger had je die vormbredes, toch? Ja. Busbrood. Busbrood. Aha. En mijn moeder, die maakte dat voor me klaar. Want ik moest die andere kinderen ook een sneetje geven met veel boter. En veel kaas of pindakaas. Maar nu let je wel op je voeding. Ja, kom nou. Wat eet je nu? Nu? Moet ik mijn dieet zo goedkoop prijsgeven? Nou, betaald mensen, worden ervoor. Nou, die andere mensen het ook weten, toch die dikke mensen. Goed, eerlijk. Je ziet er goed uit. Noem je een chanti wel, Jere. Echt me een chanti. Ik denk dat we naar een reïncarnatie moeten. Want daar geloof ik wel in, hoor. Ja. Ik geloof er heel sterk ik ook, in. Ik ook. Aha. Dus dan gaan we misschien daarheen. Nee, maar kijk, serieus. Ik zeg ook aan alle familieleden, vrienden,
nichtjes, studenten. Ik krijg veel studenten om die te begeleiden, moeten scripties maken. Let op je voeding en beweeg. Ik weet wat ik heb meegemaakt door zo dik te zijn. Mijn grootmoeder, mijn aji, is heel dik geweest. Op een gegeven moment kon ze niet lopen. Mijn poa, mijn vader, had maar één zus. Ze waren met hun tweeën. Die is nog steeds in Nederland, woonachtig. Is 85 jaar. En die was ook erg dik. Dus het zit in de familie. Dus eigenlijk had ik erop moeten letten, of mijn ouders. Maar ja, vroeger werden kinderen volgepropt met reditongo en lonka. En dadel heet dat ding, no? En al die dingen. Dadel. En chocola. Daar was ik master in. En als ik niet van mama kreeg, dan ben ik voorhoef van winkel, want we hadden een winkel toch? En tofla. Ik weet niet of iemand weet wat tofla is. Tofla zijn wafertjes. Hele zoete wafertjes. Toch? Dus die dingen had ik. Maar wat ik nu doe, dus ik zeg van, let op je voeding. Beweeg. Toen zo hoor was dit, mollig. Heel mooi. En nou, zei het, mijn schoonmoeder was ook zo dik. Mijn schoonzus was ook zo dik. Ja. Mooi, schoon, lief, gezond. En het alles gebeurt in... Dus na 2000 ben ik serieus naar de gym geweest. Eigenlijk ben ik een beetje te drastisch te werk gegaan, waardoor ik een mankement aan mijn rug heb gehad, aan mijn wervelkolom. Dus nu ga ik niet meer naar de gym. Ik heb wat toestellen voor thuis en ik doe veel yoga oefeningen. U noemt het yoga, maar ik noem het geen yoga, het is yoga. Yoga betekent samenkomst, verbinding maken, yoga. Marijke, had je een bijnaam? Maar we gaan even proosten. En dan komen we na de break terug. Afscheid nemen is moeilijk, vooral wanneer het afscheid definitief is. Maar een mooi afscheid kan de verwerking van het verlies zeker positief beïnvloeden. Ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig. En ook al schuiven we die gedachte graag opzij, toch is het verstandig om er vroegtijdig even bij stil te staan. Door het afsluiten van een Natura Kapitaal uitvaartverzekering bent u verzekerd voor een waardevaste uitvaart. U neemt uw nabestaanden veel zorg uit de handen en niemand komt voor financiële verrassingen te staan. Als uitvaartonderneming dragen wij zorg voor dat de nabestaande met een goede herinnering aan het afscheid terugdenkt. Wederzijds vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, transparantie en professionaliteit zijn begrippen waarop wij met u een uitvaart regelen en verzorgen. De uitvaart. Bonjo, ik zie 200 zoveel verschillende pannenkoeken hier, maar dit voor maakt voor mij. Pannenkoek, ik denk, oh spamming. Dan wachten we met die dame even roepen. Ketura. Goedenavond. Ik deze grote manier heeft honger. Wat heb je voor? Voor die manier die veel wil eten, hebben we die mixgolven. Mm-hmm. Voor die manier die gezond eten wil hebben, hebben we die garnalensalade. Voor uw zoontje hebben we die poffertjes. En voor u hebben we kaneelsuiker met rozijnen. Dat is onze pannenkoek, die 32 centimeter groot is. Cafeetje aan de Van Sommelsdijkstraat worden pannenkoeken en poffertjes gemaakt. Klassiek hartig op zoet, de fantasie die het doet. Op zijn Hollands wordt u gevoed. Uw fantasie, bedenk het zelf. Aan de Van Sommelsdijkstraat, nummer 11. Elke dag weer mijn idee. Ja! Het pannenkoek en poffertjes café. If you and your equipment don't understand each other, it's difficult to get results. Don't complicate yourself, change to Athletic. The new graphic monitor exclusive from Athletic makes your training easier, simple, and correct. On the color identification, you know if you are in your heartbeat target and if your body activity is being made in the correct way, giving you results. Red color, choose strong. Yellow color, under the minimum. Keep yourself in the green color and follow the messages and orientations. There isn't more pleasure than checking the results. Athletic gets you fit. Available at ProTrade International NV,
Kwatterweg nummer 6, telefoon 427114 of 473611. Open maandag tot en met vrijdag van 9 tot 8 uur en zaterdag van 9 tot 4 uur. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Ik ga drinken en ga palen. Ik ga heren tori, ik ga klaar. Daar is het. Waar papa? Ik ben zo'n probleem. Papa keur, ik ga pijn en monteren la tori. Geen papira. Dat is goed hoor. Hoe verzeker het bewijs? Ja, dan heb ik niet de man die zij moet doen. Even tappen mijn keur, mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan de keur dappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat nummer 11 tot en met 13. Telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage Evert. Evert, ano andre? Bapa bol, hinya. Trutrukeuring. Had je een bijnaam? Niet één. Hoeveel? Niet één. Welke? Dus toen ik op de lagere school was. Ik ken de ene van Jumbalina. Ja, dat is recent. Ik bedoel in 91, toen ik de eerste keer de politiek inkwam. En toen kreeg ik die naam, omdat Jumbo is olifant en voor het eerst zagen ze een Hindoestaanse vrouw op het podium. Ik was ook de eerste Hindoestaanse vrouw gekozen als parlementariër, dus heb ik die bijnaam gehad. Maar toen ik op de lagere school zat, toen had ik heel veel bijnamen, want ik was dik. Ik was echt dik, toch? Ik werd... Dozer genoemd, bulldozer. En Darasing. En Darasing. Wat deed je wanneer ze je zo riepen? Ik. Wat ik deed? Ik had twee bodyguards. Ik had twee bodyguards, de twee broers van me. Die twee die na mij komen. Die twee, één zit nu in Nederland. Beide zitten in Nederland. Eén is nu toevallig kolonel in Nederland. Is op het ministerie van Defensie. En die twee waren mijn bodyguards. Dus dan onthoud ik die jongens met tak, atja. School nikritap. Wat is dat? Na school. Oh, na school. Na school. School nikritap. Nikritap. Tap. Oké. Okay. Na school. Dus na school. Mijn brada ben achtervolgd de wiebding. Boomtrangen met een stevige dikke lat. Ik kon toch niet achter ze rennen? Hoe moest ik achter ze rennen? Nee. Ja. Dozer kan niet. Dus. Nee toch? Dat lukt niet. Maar ik kon ook mijn wraak nemen. Weet je waarom? Ik was een beetje flink op school. Ja. En als de onderwijzeressen niet kwamen, dan werd ik gezet in de klas om op de kinderen te letten. Oh, met een stok in de hand. Klasse oudste. Met een stok in de hand. Dan ben ik mijn loer den boy. Van, toerijlen, hè? Jij was het nog? Pauw! Afgelopen. Leren ze het af. Waarom roepen ze je Marijke? Want je heet eigenlijk in de ratten. Dus kijk, vroeger was het zo dat ik heb de naam van mijn vader gehad. Hij heeft in zijn boeken gekeken, Petra in zijn almanak. En ik heb een naam gehad. Ik heb één naam welke geheim is. Dat is je Razieke naam. Dat is geheim. Maar ik heb een Hindustaanse naam, dat is Indra Devi. Okay. Indra Devi, alle kinderen hebben een naam. Maar daarnaast hadden we een vroedvrouw, mijn moeder is thuis bevallen, mevrouw van Brussel. Ik ken haar naam nog, want op mijn geboorteakte staat haar naam. En mevrouw van Brussel reed een mobilette. En mevrouw van Brussel ging één keer per week naar de stad om alle kindjes, kinderen, pasgeboren baby's in te schrijven. En mevrouw vond dan dat ze alle kinderen ook een Hollandse naam moest geven. Okay. Dus drie kinderen van mijn ouders hebben een Hollandse naam. Ik ben Marijke.
Het tweede kind, de jongen, heet Robbie. En het derde kind, die nu in Nederland, hij heet Harold. Wow. Maar later, toen ik wat ouder werd, en ik werd door de leerkrachten liever Marijke genoemd dan Indra, heb ik aan mijn moeder gevraagd van wie heb ik deze Hollandse naam? Vooral toen ik hoorde dat prinses Marijke haar naam had veranderd in Christine. Ja. Met dat van zelfs die bakker houdt niet van Marijke. Ze heet Christine en ik moet Marijke heten. Met dat nee, niks van aan. Ik ga nu overal schrijven Indra M. Jwala Persat. Oh. En iedereen moet me nou Indra noemen. Ja, ja. Want ik hou van Indra. Ik heb niet gevraagd om Marijke. Mm. Maar vader gaf die oudere vroedvrouw, die granny. En drie kinderen hebben een Hollandse naam erbij. Dus ik heb twee voornamen. Marijke is mijn eerste voornaam. Want ik kom van mevrouw van Brussel, de vroedvrouw. En Indra Devi komt van mijn vader. Oké. Wanneer bent u gestapt in de politiek? Oktober 1990 ben ik benaderd na een Diwali-optreden. Ik was conferencier. Ik moet even nadenken, je weet, geheugen. Ik was conferencier in het Antoninesti Sporthal. Ik moest een Diwali-show presenteren, een bomvolle zaal. Mm-hmm. En ik moest dat in beide talen doen, in het Nederlands en in het Surinamese, in het Hindustans. En ik denk dat op de eretribune zat wijlen de heer Lachman met zijn echtgenote, mevrouw Fauzia. Ja. En ik geloof dat hij vond dat ik het een beetje goed deed. En hij heeft zijn vrouw op me afgestuurd om te vragen of ik niet mee wou doen met de verkiezingen van het jaar daarop. En ik kende Fauzia een beetje en ze kwam naar huis met de boodschap. Schrok me aan, mijn moeder ook. Mm-hmm. Omdat mijn grootvader, mijn moeders vader, in statenlid was. En hij was door de VHP toen vreselijk behandeld geworden. Hij was lid van de congrespartij in Suriname. Yeah, yeah, yeah. Hij was geen VHP'er. Dus mijn moeder heeft erg veel nare ervaringen overgehouden aan de VHP. Dus toen mama dat hoorde, zei ze, nee, voor de drommel niet. Dat gebeurt niet. Ik bepaal in het huis. Yeah. En mijn vader, die was een beetje dik, want hij vond, eerste keer wordt de Hindustaanse vrouw gevraagd, en dat kan mijn dochter zijn, ze wil toch niet trouwen, laat ze dat doen. En ik kon toen al goed Hindi praten en ik kwam al op de televisie voor de Senaat en Dharam. Ik kwam op de STVS, want vroeger hadden we alleen maar de STVS. Kwam ik één keer in de maand, geloof ik, om religieuze programma's te doen met mijn ornie en al, met mijn sluier. Yeah. En mijn vader zei van, wat doe je? Ik zeg, ik weet het niet. Ik zei, Fauzia, je overvalt me. Wil je me over 2 weken contacten? Nou, ik heb toen mijn guru geraadpleegd. Dus dan weet je dat mijn guru iemand anders is dan de mannen waarover men praat. En mijn guru was toevallig in Suriname, is professor Puri. En hij heeft mij toen gezegd van, ga ervoor. Mm-hmm. Omdat ik mijn laatste diploma in het Hindi wou afronden en daarvoor moest ik naar India vertrekken. En ik moest een keus maken. Ja, ja. Moet ik mijn studie van 4 jaar moet ik dat laten? Om in de politiek te gaan, waar ik weet dat nog geen enkele Hindustaanse vrouw het heeft gemaakt. En nu voor de politiek gekozen. En moet ik voor de politiek kiezen. Omdat de guru zei van nee, ga ervoor. Mm-hmm. Heb ik het gedaan. Ik had de zegeningen van mijn moeder niet. Mm-hmm. En hoe was de relatie tussen papa Laj en u? Toen zakelijk. Meneer Lajman was niet iemand die ervan hield om met vrouwen een gesprek aan te knopen, te praten. Hij had meer mannen om zich heen. Weet, het was een mannenmaatschappij en dan komt een jonge vrouw daar tussenin. Hij heeft gevraagd, ik heb ja gezegd, hebben ze me toen in oktober opgenomen in de adviesraad van de VHP. En in maart 1991 gekandideerd. Weliswaar op een verkiesbare plaats, maar toen puntje bij paaltje kwam, op 29 maart 1991 begreep ik dat ik niet op 1, 2 of 3 was, maar dat ik was geduwd naar de laatste plaats, nummer 7. En heb je ze daarom gelaten? Ik heb ze toen niet gelaten. Ik had het niet eens door. Mm-hmm. Het was deze broer, over wie ik het heb, lievelingsbroer,
Nou, als ze allemaal lieverds. Maar het was deze broer die de VHP'er was toen. Niet ik. Hij was de coördinator van de VHP en de leiding, is een makkapolder. Hij kwam het podium op in de olifant. Hij greep me bij mijn arm en hij sleurde me van het podium. Ik zei, maar wat? Wat is er aan de hand? Hij zei, maar heb je niet gehoord dat je nooit binnenkomt? Ik zei, ik kom niet binnen. Hoe dan? Ik ben toch gekandideerd. Ik kom binnen, de voorzitter heeft me dat beloofd. Hij zei, je bent op nummer laatst, je bent nummer 7. En ik ben gestapt naar meneer Harold Ramdani, nu. U kent hem ook, hij is nog steeds in de VHP. En ik vroeg van meneer Harold, waar sta ik op de lijst? Hij zei, mom, nummer 7. Hij zei, 7, maar dat was de afspraak niet met de voorzitter. Jullie nemen voor het eerst de vrouw. En dan zet je er toch niet voor versiering op een lijst. Nee, dat doe je niet. En toen ben ik inderdaad met mijn broer van het podium gegaan. En ik moet u zeggen, die dag, die avond vergeet ik nooit van mijn leven. Voor het eerst, ik ben een sterke vrouw, dat zeg ik zelf ook. Voor het eerst rolden de tranen uit mijn ogen toen ik met mijn broer naar de auto liep. Ik dacht, ai, de mannen hebben me te pakken. Ze hebben me te pakken. En ik zei van nooit, mijn broer zegt het is afgelopen. Hij gaat bedanken, ik ook. Okay. Maar heb je er spijt van? Dat het zo is gebeurd? Nee, omdat wij na een dag ontdekten dat er in de kiesregeling mogelijkheid was om op basis van voorkeur te gaan. En met het advies van enkele vrienden, mensen die mij zeer nauw aan het hart lagen, zijn we gaan campaignen op basis van voorkeur. Die campagne is mij verboden geworden door de partijleiding. Ik heb een underground campagne moeten voeren. In de avonduren en de ochtenduren. En huis aan huis. De radio mocht ik ook niet gebruiken. De radiostations werd verboden om mijn reclame van voorkeur op te nemen. Maar het is ons gelukt. 3 dagen na de formele uitslag werd bekend dat niet meneer Cross toen van de SPA nummer 5 in Wanica was gekozen, maar ondergetekende. Okay. Toen was meneer Lashman wel blij. Okay. Toen was hij wel blij. Wat doe je nu? Wat ik nu doe? Mm-hmm. Ik campaign weer. Voor wie? De BVD. Oh, de BVD. Waarom niet meer de VHP? Nee, in 96 we hadden alle mensen die de VHP hadden verlaten, hebben ze toch weer naar huis geroepen. Waarom met u weer naar huis te gaan? Roepen zijn twee. Je kunt iemand zeggen van, hey, miauw een feestje, hoe kon je? Maar je kunt het ook op een nette manier doen, middels een kaartje. Ja, uitnodigen. Sommige mensen hebben het echt op een presenteerblaadje gehad. Het zijn mensen die zich misschien niet hebben kunnen bewijzen in het verleden. Maar ach, dat hebben wij niet gehad. We zijn 96 massaal eruit gestopt. We hebben de BVD opgericht. Ik ben een van de oprichters geweest van de BVD. In 96 november hebben we de partij geproclameerd. En vanwege meningsverschillen met de toenmalige leiding had ik Nea Kadam opgericht. En ik ben terug naar huis, naar de partij die ik heb opgericht. We hebben nu een combinatie, BVD-PVF combinatie. En we zijn in de race. Om, en gaan ervoor? We gaan ervoor. En ik denk dat het mijn laatste keer is, omdat ik vind dat je de doorstroming moet hebben wanneer je naar onze kandidatenlijsten kijkt. Dan hebben we heel veel nieuwe gezichten, niet alleen maar jonge gezichten, maar we Surinamers. Het is een Surinaamse partij met Surinamers op de lijst van alles en nog wat. Ik ga niet praten over etniciteiten die op de lijsten voorkomen, maar we hebben Surinamers op de lijst. En 33.33% is vrouw. Dus we hebben het internationaal quotum gehaald. Maar is het voor de vorm of is het gewoon uit je hart? Hebben jullie dat 4 gedaan? Vrouwelijke lijsttrekkers, meneer. Mm-hmm. Betekent het toch veel? Oh, okay. 4 vrouwelijke lijsttrekkers, dat vindt u nergens. Dus niet voor de vorm? Niet voor de vorm. Wat is dat puntje hier? Heb ik dat? Ja, ja. Ah, dat trekt me zo aan. Dus daarom, denk ik. Aha. Vroeger was het zwart. Van de pandiet moest ik een puntje zetten. Ah, toen ik veel dikker was, kwam ik elke dag thuis zeurend en huilend van ik ben ziek geworden. En de oudjes vonden dat ik ograai kreeg. Mm-hmm. En daarvoor moest ik een zwart puntje van de pandiet zetten. En dat zwart puntje veranderde toen in rood en in alle kleuren hoor. Wanneer ik een blauwe pak heb, kan ik ook een blauw puntje zetten.
Ja, maar ik hou meer van rood. Weet je wat ik dacht? Mm-hmm. Ik dacht altijd dat die meisjes met een puntje hier voorin, dat ze nog maagd waren. Het kan. Kan. Nee. De vrouwen en de meisjes met vermiljoenpoeder, met dat rode poeder, in hun middenscheiding, die zijn getrouwde vrouwen. Maar het puntje, ieder mag dat dragen. Ook niet hindoes mogen dat dragen. Niets te maken met? Maagdelijkheid, niets te maken daarmee. Oh, dat weet ik het. Dus je wou gewoon een koppeling maken. Je praxeert dat een vrouw, die is dom. Nee, maar het is ook een stukje identiteit. Kijk, heel veel mensen leven tussen twee werelden. Mm-hmm. Laten we dat gewoon eerlijk toegeven. Ik ben een product van twee werelden. Van het oosten, van waaruit ik veel ongeschreven regels heb meegenomen. De religieuze tradities heb meegenomen, wat waarden, normen. En die zijn vermengd geworden met de westerse cultuur, de Caribische cultuur, de Amerikaanse cultuur, ook de Afro-Surinaamse cultuur. Dus ik ben echt een product van de twee werelden. Ik denk dat na generaties je misschien kunt praten van een Surinaams product. Ja. Maar wij zijn mengelingen, mm-hmm. toch? En ik vind het puntje mooi en daarom... Het is een stukje identiteit, Asmita. Die Asmita van me. De identiteit, Asmita, die identiteit, ik hou ervan en ik heb het altijd op. Mevrouw Djuala Persat, ik wil u bedanken voor uw komst. Graag gedaan. Dat was het voor deze aflevering van Tapa Bankstel. Maar voordat we afsluiten, wil ik even Rams Shingarne. Rams Shingar. Ja, Rams Shingar bedanken voor die dia's. En Anil voor zijn pakje, aan of meer, ik heb het geleend. Hij vindt het toch mooi? Je moet eentje kopen. Ja, ga ik zeker doen. Maar eigenlijk kan jij maar één cadeau maken. Als ik gekozen word, ja. Dan denk ik dat de luisteraars en de kijkers getuigen zijn dat je één van me krijgt. Oké, jullie hebben het gehoord. Maar moet bij een tap van beursje, hè? Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. En mevrouw Djuala Persat, van mijn hoofdsponsor, krijg je 50 SRD beltegoed. Ah, dat komt van goed Digicel. Uit. Dat komt goed uit. Ja. Dankjewel. Ja. U mag mijn sponsor bedanken, Digicel. Dankjewel, Digicel. En nog vele na deze. Ik kan hem goed gebruiken in deze tijd. Ja, dus een stambel, tapi Digicel. Tot de volgende aflevering van Tapa Bankstel. Digicel maakt het mogelijk om te sms'en naar alle netwerken. Bij elke eerste top-up van 15 SRD in de maand krijg je 50 sms'jes gratis. Geldig voor ieder netwerk. Switch nu naar de Bigger Better Network. Want bij elke top-up van minimaal 15 SRD maak je kans op het winnen van een brand nieuwe Nissan Qashqai. Dus switch, top-up en win deze fantastische auto. Bij Digicel. Surinames Bigger Better Network.